Dames en heren, zijn excellentie, de kerstverse minister van Volksgust... Nou ja, Hugo de Jonge! Hoi, Charlies. Hoi, ik ben Meerte. Wilde u vroeger al minister worden? Nee. Nee? Nee, nee eigenlijk niet. Ik wilde leraar worden. Leraar? Ja, en dat ben ik ook geworden. Ik ben begonnen als leraar. Maar er is iets gebeurd dat je toch minister is geworden. En daar wil jij nu achter komen? Wat? Ja. Het wordt echt een diepte-interview. Ja, ja, ik ben minister. Wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk, weet je, het is, daarna ben ik op een andere basisschool gaan werken als adjunct-directeur. En toen dacht ik ga iets helemaal anders doen. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet gesolliciteerd, maar ze belden gewoon. Ze vroegen gewoon, zou je dat willen worden? En dat, ja, toen heb ik ja gezegd. Ik dacht, het is mooi om te doen. Vind je mijn schoenen mooi? Ja. Ik vind jouw schoenen ook wel mooi, hoor. Maar ik zat net ook naar jullie schoenen te kijken. Die vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Al heel lang heb ik deze schoenen. Ik heb niet eens andere schoenen. Ja, wel sportschoenen om hard te lopen en zo. Ja. Maar gewoon voor onder een pak heb ik eigenlijk altijd vrolijke schoenen aan. Mm-hmm. En toen ik voor het eerst zag dat dat zo'n dingetje begon te worden op social media en zo. Toen dacht ik, hé, waarom zijn ze zo verrast? Ik heb toch altijd deze schoenen aan gehad. En toen ik het zag in de krant en zo, toen dacht ik, waar hebben ze het allemaal over? Maar ik vond het ook wel grappig. Ja. Het maakt niet uit. En over een tijdje is iedereen het vergeten. En ik denk dat dan de rest van het kabinet ook allemaal vrolijke schoenen aan gaat. Denk je niet? Ja. Ja. Gaat hij ook een kinderstaatssecretaresse dinges doen? Nou, en als ik een kindersecretaresse zou nemen, krijg ik denk ik ruzie met de minister van Sociale Zaken. Maar... Ik denk dat je een kinderstaatssecretaris bedoelt. En dat was jullie geheimtje vanmorgen met mijn collega, hè? Met Paul Blokhuis. Ja, precies. Ja. Nou, ik heb gehoord dat jullie hem die vraag hebben gesteld. En dat hij het er met mij over gaat hebben. En ik denk, ik moet het toch met hem over hebben, hoor. Mm-hmm. Maar ik denk dat het eigenlijk een hartstikke goed idee is. Maar dan zou ik eigenlijk ook vinden, als hij een eigen kinderstaatssecretaris mag, dan vind ik dat ik een eigen kinderminister mag, toch? Ja. Dus dat lijkt mij leuk. Het lijkt me een hartstikke goed idee. Ja. Gaan we doen. Vind ik leuk. Vindt u een dag als deze belangrijk? En waarom vindt u deze dan belangrijk? Ik vind zo'n dag als vandaag, waar uit het hele land wethouders en ambtenaren en mensen uit de jeugdzorg op afkomen, om met elkaar ideeën te delen en met elkaar ook van elkaar te leren, ja, dat is ontzettend waardevol. Ja, geloof ik in. Ja. Heeft u zelf kinderen en luistert u ook naar die kinderen? Hebben ze gebeld van tevoren? Nee. Dan niet? Nou, mijn... Dus wel, ja. Jij hebt kinderen. Dus toch. Ja. Ja. Nee, kijk, mijn oudste is 12. 12. En die heet Ismaël. Dat is een jongen. En mijn tweede is Sarah. En die is 10. Maar eigenlijk zegt ze altijd vlak nadat ze jarig is dat ze bijna 11 is. Dus ze is een heel jaar lang is ze bijna 10 geweest en nu is ze bijna 11. En dat duurt nog heel lang. Dat duurt tot volgend jaar september dat ze bijna 11 is. Dus ik heb 2 kinderen, hartstikke leuke kinderen. En ja, ik luister naar ze als ze verstandige adviezen hebben. Dus, jawel, je kan niet. Ja, maar anders je moet hem echt andere schoenen aan doen, papa. Nee! Nou, dat soort dingen. Dat is echt een advies om onmiddellijk naar ze neer te leggen. Hè? Dus als ze verstandige dingen zeggen, ja, dan wil ik heel graag naar ze luisteren. Zo is het. Ja. Doen jullie dit thuis ook trouwens? Zijn je ouders niet dood op aan het einde van de dag? Hey, terug naar mijn vraag. Ja. Hoeveel kinderen denk je dat er op school zitten die te maken hebben met kinderen? Pluskleuters? Pluskleuters. Ja, dat denk ik niet. Maar 10, 5, niet veel meer. Nee, ik denk ook iets van 5 of zo. Ken je iemand? Ken je een kind? Nee. Jeugd? Met, nou, wel met mishandeling? Mm-hmm. Nee. Wel met strenge ouders, maar niet met... Nou, weet je, wat ze hebben onderzocht is dat het ongeveer in iedere klas 1 kind is. In 1 klas? In iedere klas 1 en dan kind. Slaan ze pad? Nou ja, je hebt verschillende vormen van kindermishandeling. Dus je hebt inderdaad slaan, dat kan. Of verwaarlozing bijvoorbeeld. De kinderen die zonder eten naar school komen bijvoorbeeld. Zonder ontbeten te hebben. Ja. Dus je hebt heel veel verschillende vormen. Maar in ieder geval, dat probleem van kindermishandeling en van huiselijk geweld is veel groter dan we vaak denken. En dat betekent ook dat de aanpak daarvan eigenlijk vaak veel minder stevig is dan eigenlijk nodig zou zijn. En wat ik de komende jaren heel graag wil doen met alle mensen die werken in het onderwijs, alle mensen die werken in de jeugdzorg, alle mensen die werken bij de gemeente, een nieuwe aanpak bedenken om echt dat huiselijk geweld en kindermishandeling te lijf te gaan. Ik vind dat we het echt een van de belangrijkste speerpunten moeten maken, onderwerpen moeten maken voor de komende tijd. APPLAUS.